De regering heeft in de urgentiefase de economie weer op spoor gebracht. Bij het overnemen van de regeermacht was de economie helemaal ontspoord. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi vandaag op een regeringspersconferentie. Hij meent dat in de afgelopen 9 maanden de regering de economie heeft gebracht op een spoor van stabiliteit. We hebben de koers van de dollar moeten aanpassen. Want als we zouden vasthouden aan het beleid van de vorige regering, waarbij oliemaatschappij de ruimte gegeven was om dollars, om olie te verkopen en dollars te kopen op de parallelmarkt en dat te verrekenen met het verschil, dan zou op dit moment wij niet in staat zijn de olieprijzen nu te betalen. En dan zouden we moeten kiezen weer voor die lange rijen, voor die brandstof, schaarste aan olie, daarvoor hebben we niet gekozen. Ja, dan stijgt de brandstofprijs wel door de unificatie, maar we hebben wel de beschikbaarheid over brandstof. De salarissen die niet betaald konden worden, daar hebben we nog in juli en augustus nog een klein beetje geleend. Maar vanaf september tot nu wordt er geen druppel cent geleend van de banken, van de financiële instellingen of internationaal. Geen druppel cent wordt geleend om salarissen te betalen. Het staatshoofd zegt dat de regering nu weer in staat is om subsidies te geven. Dit kan vanwege een nationaal besparingsplan, bezuinigingen en een prudent beleid. De salarissen worden uitbetaald. We zijn ook in staat AOV te verhogen van 525 SRD naar 750. De verhoging voor personen met een beperking naar 500 SRD per maand. De heffingskorting van 750 SRD is niet gestopt, maar voorgezet. De zwakkeren worden ondersteund met voedselpakketten. De government take, laat het vandaag hier duidelijk zijn, de government take is toen met 1 SRD verhoogd. Maar op dit moment betalen wij als regering 3 SRD voor de samenleving. 3 SRD voor de government take. Als we dat niet zouden doen, zou de brandstofprijs plus 3 SRD aan de pomp zijn. Dus we komen in als regering om de samenleving te beschermen. President Chandrika Prasad Santokhi. Hij zegt dat de regering 120 miljoen SRD aan brandstof subsidieert. Op 24 mei zal de regering op een persconferentie verantwoording afleggen aan de gemeenschap.